onderzoek naar de Grieks-Romeinse wereld richt zich vaak op de grote schrijvers en de politieke denkers. Ik richt me juist op de gewone mensen en het dagelijks leven. Daarom onderzoek ik amuletten, die mensen gebruikten in de hoop dat ze wat genezing konden geven, bescherming brachten of wat geluk zouden bieden. Een amulet is iets dat mensen bij zich droegen in de oudheid om zich te beschermen of voor een positieve verandering, zoals genezen. Amuletten zijn er niet alleen maar voor het lichaam, maar kan je ook gebruiken voor een huis, bijvoorbeeld om te beschermen. Door een object zoals een beeldje bij de voordeur te plaatsen, hoopten mensen kwade krachten buiten te houden. Een amulet is niet zomaar een mooi steentje, maar er zijn veel ingewikkelde recepten voor het maken van amuletten. Dit is een van mijn belangrijkste bronnen. In oude papyri en medische handboeken zoek ik naar amuletten, bijvoorbeeld tegen het bestrijden van ziektes. Zo is er een Romeinse arts die een abracadabra-amulet voorschrijft tegen koorts. Dit soort amuletten konden mensen dan kopen bij rondreizende priesters. En die vinden we nog steeds in graven. Soms werden mensen met wel 3 amuletten tegelijkertijd begraven. Dit maakt mij nieuwsgierig. Waarom deden mensen dit? Waar wilden mensen zich tegen beschermen? Het leuke aan dit onderwerp is dat het tegelijkertijd een beetje vreemd is, maar ook heel herkenbaar en menselijk. Waarom gebruikten mensen amuletten tegen hun onzekerheden en hoe probeerden ze hun angsten onder controle te houden? En waarom geloofden ze dat een amulet hier tegen zou werken? In de Grieks-Romeinse wereld was er nog veel onbekend. Virussen en bacteriën kende men nog niet en men begreep dus niet hoe je ziek kon worden. Ze hoopten dat een amulet hier tegen zou helpen. Het geluk een beetje helpen, bescherming zoeken, dat kennen we eigenlijk nog steeds. De groei van edelstenen en kristallen stijgt al jaren. Mensen hopen dat ze positieve krachten zullen afgeven. Ik doe onderzoek naar een specifieke periode, namelijk de opkomst van het vroege christendom. Christelijke schrijvers zijn tegen het gebruik van amuletten. Maar in hun teksten valt te lezen dat ontzettend veel mensen amuletten gebruiken en dat zelfs priesters ze maken of verkopen. Dat vind ik interessant, hoe een oude religie overgaat in een nieuwe. Daarnaast zijn mensen nog steeds op zoek naar manieren om met hun onzekerheden om te gaan en om controle te voelen. Misschien heb je zelf wel een geluksonderbroek of draag je een steen in je zak voor wat extra geluk.